Goedenavond. De landbouwsubsidies worden verminderd met 30%. De landbouwministers van de Europese gemeenschap zijn het vanavond eens geworden in Brussel. De vermindering geldt met terugwerkende kracht van 1986 tot 1996. De actievoerende boeren in Nederland zijn zwaar teleurgesteld. Het landbouwschap is voorlopig tevreden, omdat de EG tenminste een besluit heeft genomen. Na 8 slopende onderhandelingsronden zijn de 12 landbouwministers vanavond in Brussel toch met elkaar eens geworden. En kan eindelijk de Europese Commissie na de GATT-onderhandeling over vrije wereldhandel met de 30% steunvermindering in de landbouw. Niet moeders mooist, noemde de vermoeide minister Buckman vanavond de overeenkomst. Maar hij zei er toch blij mee te zijn. In de eerste plaats omdat we in een situatie dreigen te geraken dat de Europese Commissie met niks naar Genève zou moeten om te onderhandelen. Nou, dat zou natuurlijk een vreselijke zaak geweest zijn. Dat is voorkomen. Het voorstel wat de Europese Commissie zelf heeft gedaan voor zijn onderhandelingsbod, dat heeft de unanieme steun gekregen van de Raad. Pas in de laatste fase van de lange marathon kwamen de ministers op een rij. Als laatste de Franse bewindsman, die lang bleef hameren op vaste afspraken over bescherming van de eigen Europese landbouwproducten. Maar tenslotte bedreigd met een pijnlijk isolement nam ook hij genoegen met de afspraak dat de Europese tolmuur tegen buitenlandse landbouwproducten niet sneller wordt afgebroken dan de interne landbouwsteun aan de boeren van de gemeenschap. Het heet nu dat de Europese Commissie ondanks alle bezwaren van de ministers overeind is gebleven. Vooral door het standvastige optreden van handelscommissaris Andriessen. Te hard rijden en te weinig afstand houden. Dat is volgens de politie de belangrijkste oorzaak van de verkeersramp bij Breda. Vanmorgen botsten bij plotseling opkomende mist bijna 100 auto's met grote snelheid op elkaar. Zeker 10 doden waren het gevolg. Op de A16 is vanavond nog met man en macht gewerkt aan het opruimen van de tientallen autowrakken en het bergen van de doden. De chaos vanmorgen was onbeschrijfelijk. Aan beide zijden van de vangrail lagen uitgebrande auto's, sommige geplet tot pakketjes schroot. Volgens de hoofdcommissaris van de Bredaanse politie zijn deze verkeersrampen maar op één manier te voorkomen. Dit soort situaties kun je uiteindelijk alleen maar voorkomen als de mentaliteit op verkeersgebied drastisch verandert in ons land. En uiteraard kunnen we ook kijken naar de wegen, dat gebeurt dan ook al. Je kunt denken aan signaleringssystemen, maar zelfs bij signaleringssystemen ben je toch weer afhankelijk hoe de mensen daarop reageren. En dan mankeert het nogal wat in ons land. Dat is dermate triest om dat nu te constateren wat voor gevolgen dat met zich mee kan brengen. De moord op de extreemrechtse rabbijn Kahane door een Palestijnse man in New York heeft in Israël veel opschudding veroorzaakt. Gevreesd wordt voor een escalatie van het geweld tussen Joden en Palestijnen. Het lichaam van Kahane zal morgen naar Israël worden overgevlogen. Israël houdt zijn hart vast voor de dag van morgen als in Jeruzalem de begrafenis plaatsvindt van de vermoorde rabbijn Kahane. Gevreesd wordt dat de duizenden aanhangers van de racistische Kahane-ideologie wraakacties zullen ondernemen tegen Palestijnen. Leger en politie hebben extra veiligheidsmaatregelen genomen en de regeringswoordvoerders hebben de Joodse bevolking opgeroepen om zich toch vooral te beheersen. We have to see to it that there be no outpour of violence in Israel and we will do our utmost to see that everybody show restraint in face of this terrible murder. Vandaag werden op de bezette westelijke Jordaanoever al 2 oudere Palestijnen vermoord door pistoolschoten vanuit een passerende auto. De daders zijn vermoedelijk Joodse kolonisten die op de Westoever wonen. Israëlische politici van alle richtingen hebben vandaag de politieke moordaanslag scherp veroordeeld. Iedereen realiseert zich dat de aanslag tot een nieuwe uitbarsting van geweld kan leiden tussen Joden en Arabieren. En dit keer niet alleen in de bezette gebieden, maar ook binnen Israël zelf. Hongarije is als eerste van de Oost-Europese landen lid geworden van de Raad van Europa. En daarmee telt de Raad nu 24 leden. De plechtigheid was vandaag in Rome. Trots en geëmotioneerd ondertekende minister Jasenski de verklaring van de rechten van de mens, een van de belangrijkste principes van de Raad. Nu Hongarije wordt erkend als een vrije democratie, kon het die verklaring onderstrepen en lid worden. Het land heeft veel hulp uit het Westen nodig om ook een vrije markteconomie te krijgen.
Hongarije kampt met veel schulden en een enorme werkloosheid. En dan nog het weer. Vannacht is er een kans op onweer langs de kust. In het binnenland daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Het kan dus glad worden op de weg. Morgen krijgen we zonnige perioden en af en toe een bui. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het 11 uur journaal. Rond 12 uur komen we met ons laatste journaal. Een prettige nacht.